Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Black Tie Media. Welkom bij de derde aflevering van Eagles Televisie. Vandaag weer in gesprek met drie spelers van Go Ahead Eagles. En hoe is het als kinderen volwassen voetballers interviewen? Heel verrassend. En verder een korte vooruitblik op de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Emmen. En een terugblik op de wedstrijd Sparta tegen Go Ahead Eagles. Goedemiddag, in gesprek met Sander Duits. Welkom Sander. Leon de Kogel, topscorer bij Go Ahead Eagles. 17 doelpunten heb je al in het netje liggen. En met Jeffrey Rijsdijk, heren, welkom. We gaan het onder andere over voetbal hebben, maar ook even over jullie carrières tot nu toe. Sander, ik hoorde net dat jij de bulldozer wordt genoemd. Waar komt die naam vandaan? Nou, ik word niet de bulldozer genoemd, dat zeggen ze nu eventjes. Oh, waarom dat dan? Is dat maar zo, wordt dat gefantaseerd of zoiets? Nou, ik heb ook geen idee waar dat vandaan komt. Past wel bij jou, hè? Nou, misschien ben ik wat hardere speler, maar... Nou ja, ik vind dat ik het ook zelf vooral van het voetbal moet hebben. Dus ik vind dat bulldozer vind ik een beetje onzin. Maar ik pak wel eens een gele kaart en daar word ik wel eens op aangekeken, inderdaad. Maar ja. Voor de rest vind ik mezelf meer een voetballer dan dat ik een schopper ben. Ja, want die vrije trappen de laatste tijd, die gaan ook wel lekker. Ja, nou ja, ik heb er precies nog nul gemaakt, dus... Maar een vrije trap hoeft er niet altijd in te gaan. Nou ja, dat is wel de bedoeling, maar ze komen op de goal, dat is al een begin, maar er mag er wel eens een keer eentje in. Helaas verloren tegen Sparta, er zaten toch mooie mogelijkheden in. Ik zag in ieder geval de opgaande lijn wel. Sander, hoe gaat dat tegen Emmen? Nou ja, ik denk... wat je zegt, de opgaande lijn zit er weer in. Ook gelukkig tegen RKC, de laatste thuiswedstrijd. We hebben bij Vlagen goed voetbal. Op het laatste kwartier, waar we wat in onder druk hebben gestaan, hebben we het goed gedaan. En ik denk dat het voordeel was dat de supporters ook weer de hele wedstrijd achter ons stonden. En dat geeft de jasteam toch wel wat extra's dan... Dan dat het publiek eigenlijk na een kwartier, 20 minuten alweer tegen je begint te schreeuwen en eigenlijk zich tegen je begint te keren. Dus voor morgen zaak tegen Emmen om weer met z'n allen, dus publiek, supporters, weer als één team tegen Emmen te gaan strijden en weer voor een goed resultaat te gaan hier thuis. Ja, want morgenavond inderdaad die wedstrijd tegen Emmen. Het publiek is hondstrouw op het moment dat Go Ahead Eagles lekker speelt. Het ziet er gewoon ook naar uit nu. Tegen Emmen is een mooie tegenstander, want Leon, die uitwedstrijd is verloren met 4-1. Ja, we kregen daar natuurlijk een snelle rode kaart van Theo. En daarna was het heel moeilijk, moesten we ver inzakken en dan heb je toch een mannetje minder. En daar speelden zij goed onderuit en dan verliezen we ook 4-1 daar. Jeffrey, morgenavond is het volle bak tegen Emmen. Sander die zei het al, dat publiek is zo belangrijk, hè? Hoe belangrijk is dat publiek? Er zitten ruim 8000 mensen, bijna 9000 mensen morgenavond in het stadion. Ja, dat hoor je ook wel als ze met z'n allen zingen. Dat geeft toch wel extra boost. Dus wat Sander zegt, de laatste wedstrijd tegen RKC thuis hebben ze het ook gedaan. Dus ik hoop dat ze het morgen weer doen. Zowel het elftal als het publiek in de opgaande lijn. Ze hebben elkaar weer gevonden, want het publiek en Go Ahead Eagles hebben elkaar gewoon keihard nodig. Want hoe mooi is dat... Leon, als jij er weer eens een inlegt.
Ja, tuurlijk. Het publiek is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat hier is dat heel erg juist. Qua Jupiler dan vooral. Hier zit het eigenlijk altijd wel vol. Alleen de laatste paar weken was het gewoon wat minder. En nu merk je wel weer dat ze er veel zin in hebben. Wij hebben er weer echt heel veel zin in. Dus dat kan alleen maar bergopwaarts gaan. Jeffrey, die play-offs. We kijken zo langzamerhand naar boven. En komen we bij die laatste vijf, dan is het play-offs. Hoe zie jij dat? Ja, we moeten doorgaan eigenlijk hoe we de laatste paar wedstrijden hebben gespeeld. En op ons sterk zijn in de play-offs. En dat zou mooi zijn als we bij de eerste vijf kunnen komen. En dan dus via een ronde eerder. Maar we moeten gewoon naartoe werken met z'n allen naar de play-offs. Ja. Leon, dat geloof in die play-offs en een goed resultaat, gaat dat groeien? Of zijn jullie nog te veel bezig met van wedstrijd tot wedstrijd? Ja, tuurlijk. We moeten eerst bij die plek komen waartoe het recht geeft, zeg maar. Maar daarna, je weet het nooit, in play-offs is alles mogelijk. Dus ja, iedereen kan dan voor elkaar winnen. En dan moeten wij natuurlijk op ons volle kracht zijn en dan toeslaan. Ja. Want Sander, aan het begin van het seizoen werd gezegd, Kobe Diegels is een van de kampioenskandidaten. Nou, dat kunnen we nu vergeten. Maar straks zeggen ze bij die play-offs, dit is een promovendus. Ja, dat zou wel het mooiste zijn, ja. Ik denk dat wij ook allemaal aan het begin van het seizoen dachten van, nou, het kan wel eens een heel mooi seizoen gaan worden. Kan het uiteraard nog steeds. Maar wat Leon net al zegt, in de play-offs kan zoveel gebeuren. Als je de Graafschap vorig jaar ziet, die speelde gewoon eerste ronde play-offs. En die promoveren ook. En ze doen het nu de laatste tijd ook goed. Dus naar mijn idee, als zometeen in één keer die klik er is en het begint te lopen en je komt in een flow, dan is naar mijn idee alles mogelijk. En daar moeten we alles voor doen en alles voor geven. En als die play-offs dan daar zijn, dan moet het maar laten zien. Dus, Ik vind het wel een hele mooie, want als Go Ahead en ook het publiek in een flow terechtkomen, dan komen ze er heel moeilijk uit. Ja, we zijn er dit jaar wel uitgekomen helaas, want aan het begin van het seizoen zaten we in een flow. Maar was het echt een flow? Was ook heel veel geluk, hè? Heel veel geluk? Ja, toch? Thuiswedstrijden was wel aardig flow. Jawel, dat wel. Ja, dat klopt. De eerste drie wedstrijden thuis, Telstar, dat klopt. De flow zat er makkelijk in. Dat helpt wel. Ja. Nou, mooi dat jullie dat zeggen, jongens. Die flow, die moeten we terugkomen. Ja, precies. Heren spelers, hartelijk welkom, want het draait om jullie en om de kinderen. Persconferentie van de Kids Club. Nummer 20 is Rob de Meer. Rob de Meer, ja. Daarnaast zit Sandro Schenk. En daarnaast weet ik niet. Hij is zijn plaats kwijtgeraakt eigenlijk aan Lars Lamboy. En hij speelt rechtsachter. Misschien gaat er even wat aan. Wie weet het wel? Ja? Sven Inbrug, ja. En onze aanvoerder, dat is? Bart Vriends. Bart Vriends. Welke sportopleiding hebben jullie gedaan? Ik heb geen sportopleiding gedaan. Ik ben gewoon wel gewoon naar school geweest. En ik heb bij FC Utrecht in de jeugd gespeeld, dus dat kan je ook een soort sportopleiding noemen misschien, maar dan meer een voetbalopleiding. Hebben jullie een bijgeloof? Ik doe altijd eerst mijn linker voetbalschoen aan. Vraag me niet waarom, maar ik doe het dan. Och, en Zepaar, het talent bij Go Ahead Eagles. Aan jou de vraag. Aankomende vrijdag, de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Emmen. Om die na-competitie veilig te stellen, zijn punten heel hard nodig. Dat klopt. De bedoeling dat we binnen die vijf eindigen. En de punten moeten nu zeker komen. En dan moeten we dat vrijdag maar gewoon weer ons best doen om die punten binnen te halen. Dus vrijdag weer een mooie kans. Jullie doen altijd je best? Ja, tuurlijk. Doen we altijd. Maar ja. We hebben niet elke keer de punten gepakt die we hard nodig hebben. Dus we moeten maar elke keer per wedstrijd bekijken van hoe gaan we het aanpakken. Dus vrijdag moeten we weer die drie punten pakken. Dit wordt de eerste thuiswedstrijd onder Hans de Koning. Ja, klopt. Wat gaan jullie hem geven en het publiek? Ja, het begint gewoon altijd bij strijd en gewoon altijd je best doen. Hans de Koning heeft natuurlijk iets wat hij erin wil brengen bij ons. En Harry Desver is ook nog ons assistent, dus heel veel zal niet veranderen. Maar het is wel gewoon dat wij gewoon nog een tandje extra erbij moeten doen om gewoon die punten binnen te halen, om in die top 5 te eindigen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Black Tie Media.